Laten we dan in ieder geval gaan proosten op een goed gebakje. Maar weet wel, het eerste gebak gaat nooit met gemak. Gemak. Het Rode Kruis speelt een belangrijke rol in het bestrijden van corona in ons land. En dat kost geld. Veel geld. Collecteren langs de deuren, ja, dat kan niet meer. En dus kunnen ze wel een beetje hulp gebruiken. En jij kan ook helpen, gewoon vanaf de bank. Dat doe je door lid te worden van Poont. Dat kost je eenmalig €5,72. Dat bedrag maken wij direct over aan het Rode Kruis. Maar dat niet alleen, we verdubbelen het. Dus €11,44 doneren wij in de strijd tegen corona. Help mee, word eenmalig lid en knok mee voor het goede doel. Dag, dag. We zijn bij een van de eerste herstelde corona-slachtoffers van Nederland. En de beste man, die bakker is, die zet zich nu vol in om de Nederlanders toch nog te kunnen voorzien van brood. Misschien niet zo lang. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Goedemiddag, anderhalve meter. Hallo. Ja, jij bent een van de eerste herstelde corona-slachtoffers in Nederland. Ja, dat klopt. En ook inmiddels een BN'er, hoe voelt dat? Nou, een BB'er, bekende bakker. Ja. Dus dat is iets anders dan een BN'er. Heb je al aan gedacht om inmiddels influencer bakker te worden? Gisteravond zat je bij Jinek, je bent bij Telegraaf viral gegaan. Als ik mijn boodschap mag uitdragen dat je respect krijgt voor brood, dan doe ik er alles voor. Want hoe voelt het dan de eerste te zijn en zo enorm veel schade te hebben aangebracht in Nederland? Ja, dat wil ik echt niet op mijn geweten. Nee, natuurlijk niet. En ik ben blij dat ik dus heel erg zorgzaam en mijn verantwoordelijkheid heb gepakt dat ik dus 2 weken binnen ben geweest. Nou, helemaal goed. Dat is helemaal mooi. Ja. Van de bak. Ja, met hoeveel broden ga ik eindigen vandaag? Met twee focaccia's. Ook nou. Heel mooi te maken door kinderen ook, hè. Dus dat is heel gaaf. Heel goed, toppie. En wat is lekker om bij een focaccia te drinken? Voor kinderen gewoon een fles of een glas oranje. En voor kinderen, voor volwassenen toch wel een lekkere fles rode wijn. Ja, lekker. Fles, glas. Ja, lekker. Ja. Nou ja, laten we dan in ieder geval gaan proosten op een goed gebakje. Maar weet wel, het eerste gebak gaat nooit met gemak. Gemak. Ja, dat is mij zelf ooit bedacht. Hey, folks. Het belangrijke is dat je er een soort ronde iPad van maakt voor de kinderen onder ons. Ik heb ongeveer water gepakt van 30 graden. Maar nu gaan we het lekker maken met een glas rode wijn, hè? Ja, lekker. Dit moet ik er even doorheen kneden. Dus ik doe het even voor je, doe het even zo. Bakje erbij en dan druk je er gewoon zo in. Ha. Terwijl je een glaasje vrolijkheid aan het drinken bent. Zal ik dat maar doen? Wat? Zal ik dat maar doen, die tomaat in blokjes snijden? Nou ja, als je er zo op staat, dan... Wat moet, dat moet, hè? Ja, dat moet. Niet te veel, want anders, dat is echt niet lekker. Ja, salbi. Nou, het gaat nu 20 minuten in de oven. En we zullen zien wat we van gebakken hebben. Oh, heerlijk. Oven is 220 graden. Jezus, Mina. Nou, ik begin hem al te voelen. Wow, maar het ruikt nu al lekker, joh. Wow, nou, ik heb er nu al zin in. Ja, maar jullie gaan zo lekker naar huis. Ja? En deze ga ik lekker met mijn vriendin vanavond opeten met een goed glas rode wijn. En ik heb er 2 weken mee in quarantaine gezeten, dus ik ga het dus even lekker opeten. Dus. Mijn... Ja, al niet vies, hè? Ja.